Goedemorgen, met Enrico hier. Ik heb hier een fles limoncello. Limoncello is een likeur die wordt gemaakt met citroenen. Oké, ik heb hier een citroen. Je kunt ze kopen 3 of 4 voor 1 euro. Ze zijn aardig, maar het is niet de citroen voor dit. Voor dit heb je nodig limoni di Sorrento. Die zijn waar ze groeien. En de kwaliteit. De kwaliteit van een limoen in Sorrento is dat ze 2 keer zo dik zijn als dit. En ze zijn een klein beetje zoet zelfs. Deze limoncello hier, het is gemaakt door mijn buurman hier verderop. En hij heet Onno. En die heeft zo'n 4 of 5 flessen gemaakt. Het ruikt lekker. Hij is met vakantie naar Italië geweest. En heeft hij citroenen meegenomen uit Sorrento. En heeft hij daar alcohol gekocht, want het is vele malen goedkoper dan hier, dan in Nederland. En op een liter limoncello gaan 18 citroenen in. 18. Dus bij deze is half liter, zitten hier 8 citroenen van hier. En nu zeg ik, ik proef het een beetje, zal ik even kijken. Lekker. Het is lekker. Compliment aan mijn buurman Onno, Onno P. Zijn broer was ooit de vice-burgemeester van Amsterdam trouwens, maar oké, dat heeft niets mee te maken. Als ik nou dit likeur drink en in zijn citroenen, ik herinner mij aan een vakantie in 1981. In Giardini di Naxos op Sicilië. Dat is Giardini di Naxos onder Taormina. En we hadden een dependance van de Hilton Hotel van Giardini. En die waren allemaal huisjes. Afstekende ruimte. En in de tuinen, daar zaten vol met citroenenbomen. Nou, citroenen, die groeien het hele jaar door. Zo van die grote joekels. En er werd mij niets aan gedaan. Zo, ze viel op de grond. Ik vroeg aan een ober, kan ik ze nemen? Wat op de grond valt. Oh ja hoor, prima. Maar niet uit de bomen. Want dat zou ze zelf doen. Nou, ik heb nooit iemand gezien. Maar het was, we zijn daar 15 dagen geweest. Het was een feest voor ons. Elke morgen verse citroensap. Even naar buiten. Een paar van die citroen op van de grond rapen. Af en toe eentje uit de boom trekken hoor. En die waren fabuleus. Daarom, ik zie dit allemaal en ik denk, ik herinner me plotseling van 36 jaar geleden, zo'n beetje, ja, over die ene vakantie met die citroenen uit Taormina. Ik zou zeggen, op uw gezondheid. En dan zeg ik op gezondheid van Onno. Ja?
is trouwens een beetje vroeg hoor, om dat te drinken. Want het is 5:30 'smiddags. Het is een beetje vroeg om dat te doen. Normaliter doe ik niet hoor. Maar ik heb een goed licht hier. Daarom. En een goede middag verder.